Goedendag, je kijkt naar de weersverwachting van Weerplaza.nl. Op de satellietfoto zien we veel bewolking boven Nederland en ook de hele Noordzee zit vol. Maar richting Denemarken zijn er wel een paar opklaringen die opklaringen die komen onze kant op. Vanochtend, dus nog veel bewolking, kan een spatje motregen vallen, soms breekt ook al even de zon door. Vanmiddag zien we dan nog steeds meer plaatsen de zon doorbreken en de meeste zonneschijn verwacht ik in de noordelijke helft van het land. Voor ongeveer 18 graden, als het echt mee zit met de zon, kan het in Drenthe 20 graden worden. De wind waait uit het noorden en die is meest matig, windkracht 3 tot 4. Vanavond wint de zon verder terrein, maar echt warm is het niet. De temperaturen liggen rond 15, 16 graden halverwege de avond. Morgen beginnen we opnieuw met wolkenvelden, vooral de kustgebieden. In de loop van de dag gaat de zon weer schijnen en zoals je ziet gaan de temperaturen wat verder omhoog dan vandaag. Onder het wolkendek weer 18 graden, maar op andere plaatsen zo rond de 20 tot 22 graden. Maandag trekt er een zwakke storing over. Kan er even uit de wolkje wat motregen vallen. Zon laat zich ook weer zien. Dinsdag en woensdag blijft het droog. En ook dan hebben we wolkenvelden, maar zeker ook zonnige perioden. Ik ben Michiel Severin van weerplaza.nl.